Wij hebben hier een zeugenbedrijf met 1000 zeugen. Hoge gezondheid, SPF dus. En we hebben hier ook een leerbedrijf gemaakt. Daar hebben we hier mensen in binnenland en buitenland mee opleiden. Dit is een zichtlocatie voor mensen. En wij hebben in 2013 een enorme brand gehad. En wij vonden dat dat anders moest. Daarom hebben we deze stal helemaal anders ontwikkeld. De bichtvitaliteit is enorm belangrijk. Het begint al met het geboorteproces dat goed gaat. Naar de rand het overlegbeleid, dat je weet welke dieren waar blijven. Maar ook zorgen dat de zeugen in conditie blijven. Dus op dit moment doen wij alle zeugen wegen als ze de kraamstal ingaan. We weten precies de conditie van de zeug. En dan weten we precies hoeveel biggen kunnen we daarbij leggen. Als een zeug niet goed in conditie is, leggen we er minder biggen bij. Wij proberen het biestmanagement zo goed mogelijk te hebben. We hebben nu ook samen met de GED samengewerkt, hè, om te kijken wat is de biestopname en hoe gaat dat. Dus er zijn heel een hoop factoren. Dus het overlegbeleid moet goed, maar ook heel het management moet goed zijn. En we moeten proberen dat we niks overbrengen van de ene naar de andere toom. Dus op hygiëne zitten wij heel strak. Dus we hebben daar een heleboel protocol over gemaakt.